De laatste lootbox. Come on, come on, come on. Hallo mensen van dag. Nee, dit is Game Meneer. Hallo mensen van Game Meneer. Welkom op Don der Dag. Ik neem vandaag Don der Dag even over. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan wij Overwatch lootboxing opening doen. Ik heb 50. Dit moet je dan 5 keer doen, anders klopt het niet natuurlijk. Lootboxes en die ga ik allemaal met jullie openen. We hebben heel erg veel skins, posters, sprays en player icons die ik nog wil unlocken. Laten we meteen in de game gaan. Dit is Overwatch, voor als je het nog niet kent. Het is een Blizzard FPS game. En hier zie je Soldier 76 al staan. Je ziet dat ik al 6 unlocks heb van de 55. Er zijn dus voor elke hero enorm veel unlocks. Kijk, dit zijn alle heroes die je kan spelen. En als we dan even gaan naar mijn favoriete hero, Reinhardt, dan zie je dat je skins kan halen daarvoor. Allemaal verschillende vette skins, waarin blauw een rare is, roze is een epic en geel is legendary. Die zien er fucking episch uit en daar wil ik voor gaan. Elke hero heeft zijn eigen emotes die je kan doen in de game. Dit kun je dan allemaal doen. En je hebt victory poses, dat als je zeg maar de game hebt gewonnen, dat hij dan zo gaat staan. Je hebt voice lines, dat je elke keer wat anders zegt. I salute you. Oh, die kan ik wel even equippen trouwens. En dan heb je sprays, die kun je allemaal sprayen in de game. Ook hartstikke leuk. En je hebt highlight intro's, zodat je bijvoorbeeld de play of the game hebt. Oftewel, je bent de beste van de game op dat moment. Dan krijg jij een van deze highlight intro's. En die wordt dan afgespeeld en iedereen heeft ook weer zijn eigen. Dus dit is mijn favoriete. Ik hoop dat ik een van deze drie krijg, Blackheart, of vier krijg. Dan zou mijn dag helemaal goed maken. Wij gaan gewoon meteen die lootbox openen. Veel te veel gelul. Wij gaan beginnen met de allereerste lootbox. Let's do this! En de manier van hoe een open gaat is ook echt fucking vet. We hebben alleen een blauw, we hebben gewoon een rare. Een skinnetje, een spray, een voice. Ik heb hier niet zoveel aan. Ik vind het niet zo heel erg boeiend. Die skin vind ik ook niet zo boeiend. We gaan gewoon meteen weer een nieuwe openen. En je ziet die balletjes zie je gaan. En die balletjes, dat zegt dus eigenlijk al van welke kleur wat dan precies is. Een player icon van een fucking Vivi. Dit is fucking dom. Nou, ik neem hem hoor. Super prachtig. Dit ziet er leuk uit. Dit is allemaal kut. Hoef ik allemaal niet. Ik wil die legendary skins. Dat is eigenlijk het enige wat ik interessant vind. En nu hebben we 3 rares. Waarvan ik ook al 2 had. En als je een duplicate hebt, oftewel een dezelfde, dan krijg je gewoon daar coins voor. Er staat hier 115 coins. Ik heb er nu 770. Als ik 1000 coins haal aan het einde, zou ik ook tevreden zijn, want dan kan ik een legendary skin zelf kopen. En nu hebben wij 2 epics en weer een duplicate. Een highlight intro van Farah. Oh, die is wel cool. Oké, die neem ik. En wat is dit? Een emote van Farah. Knuckles. Is goed joh. Mevrouw, we doen het gewoon. Deze spray had ik al. Hartstikke leuk. Open de volgende lootbox. Let's go. Oh, dit is een legendary. Het is aan mij. Het is een brandweer, mevrouw. Het is rescue mij. Yeah, fucking dope. Ik speel haar nooit. Daar heb ik echt veel aan. Ja, nou niet dus. Deze speel ik trouwens wel. Dus dit vind ik wel cool, die victory pose. Maar ik speel mij niet zoveel. Maar we hebben in ieder geval een legendary. Dat is 1. We kunnen 1 legendary bij ons boekje neerzetten, aankruisen. Bam, dat is gedaan. Dit is allemaal kut. We gaan meteen naar de volgende. Wat heb ik daar nou weer aan? Stomme sprays en player icons. Dit is weer een epic. Oh, en een duplicate. Ook weer fijn. Hartstikke leuk. Jij, ze is blij. Weer mij. Wat heb ik aan die mij? Oh, trouwens, die mij, hè. Dat is zo'n vervelende naam. Want in-game, als je dan zegt, ah, je killde mij. Dan zeg je van, je killde mij? Hoe bedoel je killde mij? Is het niet goed Nederlands wat je bedoelt? Dat is heel vervelend dat zij mij heet. Zie, je gaat nu al gewoon raar denken als je zegt mij. Mij. Kill mij. Nee, kill mij niet, maar kill mij. Je snapt wat ik bedoel. Hier heb ik niks aan. Ik neem hem wel hoor. Hartstikke leuk, Farah. Kom op, geef me gewoon nog een legendary. Ik wil er 5 halen in totaal. Elke 10 lootboxes moet 1 legendary zitten. Een victory pose van McCree. En de volgende. Ah, wat heb ik hier nou weer aan? Dit is echt goud. Hoeveel? 50 currency. Victory pose is goed, die neem ik. Is goed, die neem ik. Ik speel die toch bijna nooit. Ik speel iets van 6 heroes constant. Legendary! Het is wat? Een dikke kist met fucking veel monies, vreemd. 500 doekoe. Yeah! Kijk, nou kan ik die legendary meteen al halen. En nog wat extra shit. Fucking dope. Chill. Oké, hoppakee. Next. Nog een legendary, please. Oké, dit is ook goed. Weer monies. Wat heb ik veel monies. En een duplicate. Holy shit. 150 en een victory points van Rijn. Deze is wel cool op zich. Die is wel cool. Ik had die zo gaat staan. Zo. Yeah, ik ben Reinhardt. Die is ook wel cool. Maar die andere is ook wel een keer leuk. Een beetje afwisseling.
Omdat het kan. Omdat het mag. Bastion, die speel ik bijna nooit. Maar dat is een highlight intro. Die zijn meestal wel leuk gemaakt. Oh nee, je gaat het toch niet killen? Hij gaat hem niet killen. Oké, okay, we nemen deze highlight intro van Bastion. Die Reaper? Nee, ik heb een vettere skin van Reaper. Dat is een soort man. Ik weet niet precies meer hoe die heet. Die is fucking dope. Dit is ook weer een kutbox. Je ziet hier weer, we hebben niks aan. Victory Pose van Tracer, we nemen maar. Is goed, is goed. Come on, weer een legendary. We hebben er al twee, hè? We hebben al twee legendary. Of eigenlijk drie, want we hadden ook die kist natuurlijk als legendary. Dit is... Oh, deze play icon is wel grappig. Van Zarya. Alleen die hero vind ik niet leuk om te spelen. Dit is weer een cutbox. Jammer, man. We waren zo lekker bezig. Kom op, geef me die power weer. Geef me gewoon weer nieuwe power om een leuke box te openen. Bring me another! Ja, prachtig. Die klinkt heel leuk hoor, Reinhard. Come on. Ja! Die speel ik niet. Maar hij is wel cool. Hij is wel echt fucking cool. Ik speel Genji niet. Ik vind Genji te niet mijn stijl, zeg maar. Ik weet niet. Ik speel hem niet. Maar hij is wel heel erg dope. Hij is wel fucking dope. We hebben vier legendaries in totaal. Waarvan drie heroes en één zo'n kist. Met fucking veel cash, money, doekoe, YouTube's money en duplicate weer erbij. Deze play icon is wel cool. Ja, ook wel van. Macri Deadeye. Dat is een ulti natuurlijk. Twinste, denk ik. High Noon hoor je dan. En dan... Pew, pew. Dit is een Macri emote. Cool. De Overwatch spray. Voor elke hero. Oké, grappig. We gaan nog een lootbox openen. Geef me een legendary. Nee, helaas. Wel weer monies. En nog meer monies omdat ik een duplicate heb. We hebben al aardig wat monies, man. We begonnen met 755, toch? Dat betekent dat we 1000 erbij hebben, of niet? Wow, gingen nou 5 coins af toen ik die lootbox opende? Heb ik nu 1750? Oh, hè? Nou heb ik weer shit erbij. Wacht eens even. Ging er wat af? Open de lootbox. 1775 had ik. En nu heb ik... Oh, dit is een duplicate, dus min 5... Oh nee, dat gaat er niet. Oké, ik dacht al, hè? Highlight intro van Mercy. Die is zo saai, die neem ik. Ik vind die niks aan. Mij, nee, ik vind dat groene jasje helemaal niks. Want ik heb een legendary skin van mij. Dus wat moet... Zie je, dat klinkt weer zo raar. Ik heb een legendary skin van mij. Alsof ik zelf in de game zit. Is helemaal niet zo. Nee. Nee. Neem ik wel, omdat ik nog geen victory pose had voor Bjorn. Dit is weer een cutbox, dat zie je nu al. En weer een duplicate, hebben we daar nou weer aan. Doe maar even weer een nieuwe lootbox. We zijn al over de helft heen. Come on, man. Wat, hoeveel money is dit? 50. Ja, is leuk. Oh, deze is wel grappig. Lucio. Spray van Lucio. Come on, man. Hoeveel hadden we nou? 4 legendaries, geloof ik, toch? In totaal. Hé, hey, deze is cool. Mercy spray. Die ziet er vet uit. Gewoon een vleugel met een pijl. Niet moeilijk doen. Oh, maar lekker makkelijk. Daar hou ik van. Is ook weer allemaal kut. Is allemaal weer kut gewoon. Heb ik helemaal niks aan. Geef me gewoon legendaries. Daar heb ik wat aan. Nee. Niet deze rommel. Weer duplicate. Man. Wat veel. Er zijn zoveel dingen te unlocken. En elke keer toch wel weer een duplicate. Een duplicaat. Come on. Deze ook al. Alweer. What the fuck? Oh, Junkrat Spray. Assemble Directions. Wat cool. Hoe je zeg maar die mine in elkaar kan zetten die hij heeft. En deze skin is gewoon niet boeiend. Het is gewoon alleen dat dit blauw is. Normaal is dat een andere kleur. And that's it. Fuck yeah. Leuke skin, man. Lizard. Leuk, man. Niet. 3 blauwe. Come on, 3 rares. Wat heb ik daaraan, yo? Man. Oh, deze spray is veel cooler van Lucio. Die is veel cooler. Oké, okay, open die shit. One a legendary. Nope. Maar wel weer dikke cash. Volgens mij 250. Nee, 150. Het is een leuk hoor. Zenyatta skin had ik volgens mij ook nog niet. Nou, dat hebben we dan nu erbij. En het is een... Zarya. Een highlight intro. Oké. Is goed. Ik neem hem. Ik speel haar nooit. Want ik vind haar echt gewoon... Ik weet niet. Ik kan niet met haar omgaan of zo. Het is niet mijn type hero. Maar het is wel leuk dat je dan een highlight intro ervoor hebt. Weer duplicate. Wat een saaie player icon. Damn. Oké, nog 14 te gaan geloof ik. Weer 2 fucking rares. Dat is allemaal zo laag. McCree player icon. Weer geld. We hebben wel veel geld. We kunnen 2 legendary skins gewoon kopen. Dat is al wel chill. Dan kan ik sowieso mijn Reinhardt skin halen. En deze skin is op zich ook wel leuk. Maar ik wil natuurlijk die legendary. Geef mij gewoon die legendary. Nu.
Nee, niet nu. Oké, de volgende dan. Man, al die duplicates. Waarom heb ik dat, man? Al die dubbele. Ga weg. Nee, ook niet. Come on. Come on. Ja. Ik zeg net, Blizzard. Ik speel fucking Zarya niet. Ik speel haar niet. En dan geef je mij een legendary skin van Zarya? Terwijl ik haar niet speel? Wat heb ik hier aan? Wat moet ik hiermee? What the hell? Nog 10 lootboxes, man. Come on, Blizzard. Geef me die Reinhardt legendary skin die ik zo graag wil. En niet deze skin, die wil ik niet. Ik wil die legendary van Reinhardt, alsjeblieft. Come on, bro. Give it to me. Dit heb ik helemaal weer niks aan. Oh, wel. Cheers, love. Oké, leuk. Die neem ik. Tracer, die speel ik heel af en toe. Heel af en toe. Als ik in zo'n bui ben of als het team het nodig heeft. Deze banaan is fucking cool van Winston. Die is fucking vet. En deze spray is ook echt wel leuk. Die vind ik ook echt heel cool. Ze hebben wel leuke sprays, ze hebben wel leuke player icons, ze hebben leuke skins. Het is niet, zeg maar, het is de moeite waard om een lootbox te halen. En bij elk level krijg je ook een lootbox. Deze is ook best wel cool trouwens, ook al speel ik hem bijna nooit. Maar hey, als je hem dan speelt en je hebt een keer toevallig play of the game, dan kan iedereen wel zien hoe cool je bent en hoeveel geld je hebt uitgegeven aan de game. En dan ben je veel cooler. Oh, deze is ook vet. En... Oké. Leuk, we nemen hem. De victory pose van Junkrat. Sure, nemen we erbij. Nog vijf lootboxes. Geef me dan nog één legendary in die 5 lootboxes, oké? Nog eentje. Oh, huge red van Mercy. Ja, dat moest wel. Die is ook wel cool. Maar die andere was cooler. Kut, ik heb hem al geëquipped. Nou ja, fuck it, te laat. Nog 4. Nog één legendary erin. Nog eentje. En laat dat dan alsjeblieft de Reinhardt zijn. Als die laatste de Reinhardt is, jongen. Ik zweer het je, ik eet mijn shirt op. Alles. Ik eet zelfs poep van de grond als je dat wil. Alles doe ik voor je, Blizzard. Alles voor een legendary. Alles. Open nog een lootbox. 2. Come on. Ah, dit is weer zo'n kut lootbox waar ik geen shit aan heb. Die is wel cool trouwens, die victory pose van McCree. Deze spray is heel vet van Junkrat. Oh, deze trouwens ook best wel vet. Had ik die net ook al? Oh, die is best wel cool. De laatste lootbox. Come on. Deze is fucking vet en ik speel haar ook nog eens. Deze is fucking gruwelijk. Ik ben hier blij mee. Thanks, Blizzard. Ik ben hier blij mee. Ik ben hier heel, heel erg blij mee. Maar ik heb 2645. En wat ik zei, laten we maar even... Kijk, allemaal nieuwe shit. Laten we even die Reinhardt skin halen, die ik heel graag wil. Skins. En welke gaan we dan? Blackheart, Bloodheart, Lionheart of Stoneheart? Ik denk Stoneheart. Ik vind deze het coolst. Ik hou van lekker simpel. Nou, dit is niet heel erg simpel, maar als je kijkt naar de rest. Dit is te overdreven. Dit is wel cool, maar te opvallend. En dit is dan denk ik het beste. Ik neem deze. Ik unlock deze voor 1000 credits. Yes, en ik equip hem. Fuck yeah. Ik heb mijn Reinhardt skin. Ik ben tevreden. Dit hou ik over voor who knows what. Ik weet niet welke champion. Reaper vind ik trouwens ook een hele vette champion. Of hero, die ik ook nog kan spelen. En die heeft vette skins. Ja, die heeft op zich wel. Deze is op zich wel vet. Dit is wel een vette skin. Maar zou ik hem nemen? Ja, fuck it man. Ik neem hem gewoon. Waarom niet? Fuck it. Je leeft maar één keer. Dus die twee legendary skins heb ik er nog bij. We hebben in totaal 4 of 5 of 6 legendaries gehad. Damn. Het is het waard, vind ik, om die 50 te openen. Bedankt voor het kijken. Bedankt Don voor de donderdag die ik mag overnemen vandaag. En ik wens jou een hele fijne, prettige middag, avond of ochtend. Doei. Nee! Don! Ik moet je wat vertellen!